Veel bekijks vrijdagavond op de hertgang, want er stond een mini-topper op het programma. PSV onder 14 tegen Ajax onder 14. En dan kun je zeggen dat dit waarschijnlijk de grootste talenten in hun leeftijdsklasse zijn van Nederland. Maar Ajax krijgt de grootste kans. Aanvoerder Vinicio Sint had beter af kunnen leggen. Hij ging voor eigen succes. Die bal ging ruim over en dus geen actie nodig van doelman Victor Kamps. Maar Ajax is wel de ploeg die als eerste op voorsprong komt. Dit was het schot van Henrik Lassana. Aanvoerder Sint dan weer terug op Lassana. En 3 minuten gespeeld. En al de voorsprong voor de Ajaxide. Op het eerste oog zijn de mannen uit Amsterdam een kopje groter. Allemaal wat sterker. En hier de uitgewezen mogelijkheid op de 2-0. Niet goed afgelegd door Zamani. En dus komt Brobby niet bij die bal. Sint dan op snelheid weggewerkt door Sambo. Maar wel in de voeten van de doelpuntenmaker van net, Lassana. Achterin dan met de kop, Zamani. Maar die bal komt op de paal en dus nog altijd 1-0 maar voor Ajax. De Ajax ziet er sterker. Heeft natuurlijk ook met het fysieke aspect te maken. Daar op de lat. En daar komt PSV voor de tweede keer goed weg. Maar het gevaar nog niet geweken. PSV krijgt die bal maar niet weg. Dat is eigenlijk het fluitje van scheidsrechter Van Erp. Dan heel even de rust voor PSV. Even ademhalen. Want er staat al heel de wedstrijd onder druk. Je maakt het klein voor jezelf. Hier Hossein Zamani. Speelt de bal opzij dan naar Quinten Maduro en hij maakt er 2-0 van. Paltje. Oh. Zeker verdiend deze voorsprong. PSV nog geen kans gehad. Tijd, mag ik wisselen? Nog geen één keer Jort Ruigrok, de keeper van Ajax, kunnen testen. En Victor Kamps, de keeper van PSV, al voor de tweede maal geklopt. Daar Hossein Zamani. Ja, en dan is dit toch wel heel makkelijk. In het zijnetje geschoten, 3-0. Is de hele wedstrijd al aanwezig met snelheid, met trucjes. En dit keer dus ook met een doelpunt. 3-0 voor Ajax. En dan wordt het geen leuke avond voor PSV. Maar kan de ploeg toch iets terug doen? Tiemann. Uiteindelijk de bal hier bij Beslan Sagov. Voor de goal, Iataren helemaal vrij. Ja, en dan is dit toch echt een verkeerde keuze van Beslan Sagov. Ajax dan weer. Weer Zamani, de voorzet. Trustful niet. Terugleggen op Broeklin van Doornenveld. En een rollertje in de verre hoek. 4-0 voor Ajax onder 14. Een terechte overwinning. Ze waren veel en veel sterker dan PSV. En dat blijft dus met lege handen achter op de hertgang. Dit is dan de stand. Voorafgaand was het verschil 1 punt tussen de ploegen. Nu dus 4 in het voordeel van Ajax. Feyenoord koploper 28 punten. PSV vindt het terug op plek 5. 18 punten uit 11 wedstrijden.